Op een dag zei vader Pluis, we gaan met kleine Nijn een dagje naar de speeltuin toe. Hoi, hoi, riep Nijn, wat fijn. Zij hingen met de auto, want de speeltuin was wel ver. Maar na een uur zei vader Pluis, ziezo, nu zijn we er. O ja, riep Nijn, ik zie het al, kijk. Daar moeten we zijn. Ik ga vast naar de schommel toe. Hoi, hoi, dat lijkt me fijn. Nijn schommelde en schommelde. Hier zie je, Nijntje. Gaan, je kon er wel op zitten, hoor. Maar Nijn bleef liever staan. Toen en de ringen, dat was leuk. Nijn zwaaide heen en weer. Het ging zo goed dat Nijn dacht, dat doe ik nog een keer. Een soort van rekstok was er ook. Nijn draaide in het rond. De moeder zei dat zij dat wel heel knap vond van Nijntje. En ook een klimboom heel hoog daar klim. Ik indacht Nijn. Zij vond het wel een beetje eng, maar toch wel fijn. Toen was de glijbaan aan de beurt. Was die lekker glad. Het lijkt wel of ik vlieg, riep Nijn. Wat vreselijk hard gaat dat. Kijk, Nijn, een web, zei vader Pluis. Dat doen we samen, kom. Maar vader Pluis was veel te zwaar. Nijn lachte zich haast krom. En weet je wat er ook nog was? Dat kan je hier goed zien. Een ding waar je op kan springen, dat heet een trampoline. En toen Nijn alles had gedaan, dronk de familie Pluis een lekker laagje bessen sap. Toen gingen zij naar huis. En vader zat weer aan het stuur en Nijntje achterin. Het was een fijne dag, zei zij. En toen sliep Nijn in.